De twee vrouwen zitten op de stoep bij de fietsenstalling op de Bisschop Hamerstraat in Nijmegen. Nee, ze genieten niet van de zon, ze houden de wacht. Ze wachten op een kwetsbare oudere die gaat pinnen, want daar willen ze van stelen. Als het slachtoffer naar de pinautomaat toe loopt, springt een van hen gelijk op en loopt naar de automaat toe. Voor de vorm pinnen ze ook geld, maar een van de twee dames kijkt de pincode af van het slachtoffer. Niet veel later wordt het slachtoffer gerold in de kledingwinkel. Later zien we de vrouw die ook de pincode afkeek pinnen met de bankpas van het slachtoffer. Ze doet haar hand nog voor haar mond om minder op te vallen, maar gelukkig is ze alsnog duidelijk te herkennen. Uiteindelijk wordt er voor ruim 400 euro gepind. Ja, Sigrid, wat we zojuist op de beelden zagen, is dus ook een vorm van pinpasfraude. Ja, er zijn verschillende vormen van pinpasfraude en deze noemen we shouldering. Tijdens het invoeren van je pincode wordt er dus meegekeken over je schouder. En niet lang daarna wordt er door een handlanger geprobeerd je bankpas te stelen. Helaas voor dit slachtoffer zijn er voor enkele honderden euro's gepind. En het is een ontzettende laffe actie. En het is ook weer een klassiek voorbeeld dat criminelen weer misbruik maken van kwetsbare ouderen. Ja, en hoe kan je dan alsnog wel veilig pinnen? Ja, er zijn een aantal manieren waardoor je het die criminelen best moeilijk kan maken. Denk allereerst aan je pincode met je hand af te schermen en laat je niet afleiden. Berg je pas goed op in een afgesloten gedeelte in je jas of je tas. Stel een opnamelimiet in en als je de pinautomaat er anders uitziet, gebruik hem dan niet. En mocht je pinpas kwijt zijn of is die gestolen, bel dan meteen met de bank en laat je pas blokkeren. Ja, laten we nog één keer naar de twee dames kijken. De twee kijken de pincode bij een oudere dame af, weten de pas te bemachtigen en pinnen vervolgens met de pas. Het slachtoffer, een 83-jarige vrouw uit Nijmegen, is enkele honderden euro's kwijt. Het zijn twee ongelooflijk gehaaide vrouwen, want ze wachten op het juiste slachtoffer. Help ons deze zaak op te lossen en tip als je meer weet, ook als je weet waar de vrouwen bijvoorbeeld verblijven. Anoniem tippen mag natuurlijk ook.